De Raad nam dinsdagavond op voorstel van het college BMW het besluit met 20 tegen 13 stemmen om de aandelen van afvalverwerker Twents te verkopen. Vraag aan wethouder Alex Langius. Slacht Almelo de kip met de gouden eieren? Nou ja, kijk, de aandelen kunnen geld opleveren. Dat is meteen een bedrag in één keer. Maar je verliest inderdaad je jaarlijkse dividenduitkering van Twents. Dat is wel gebruikt als dekkingsmiddel in onze meerjarenbegroting. Dus daarvoor dat bedrag, zo'n 280.000 euro op jaarbasis, zul je dan een oplossing moeten vinden in je begroting. Het geld dat je als bedrag in één keer krijgt, x aantal miljoenen, dat kun je op je eigen bank zetten. Dan kun je misschien wat rente vertrekken, maar je kunt er ook nuttige dingen mee doen. Je kunt inderdaad je leningenportefeuille afboeken. Maar je kunt ook zeggen, we steken het in duurzaamheidsinitiatieven in deze stad, omdat we die belangrijk vinden. En dan geven we een impuls aan dat dossier. Ja. Maar waar ik aan denk is, als u geld leent van een Nederlandse van de bank van de Nederlandse gemeenten, dan is dat maar een paar procent. En het lijkt me dat dat dividend een stuk hoger is. Nou, relatief gezien valt dat mee. Het is zeker geen slecht dividend. Maar ook daarvoor hebben we natuurlijk geen enkele garantie. Het dividend van vandaag hoeft niet het dividend van morgen te zijn. Dat kan ook tegenvallen en opeens lager worden. We krijgen een aardig rendement, dat is zeker zo. Het probleem van het wegvallen van de dividend zul je in je totale begroting dan moeten oplossen.